achter de anders. En met 17 uur vliegen is Santiago de Chile niet de eerste stad waar je naartoe gaat voor een citytrip. Het is niet bekend voor wereldberoemde musea of architectuur. Maar deze stad heeft iets. De mensen zijn zo vriendelijk en open. Ze genieten van het leven. De parken, de terrassen, altijd vol. Natuurlijk zijn er verschillende highlights te vinden hier in het oude centrum van Santiago. Maar vandaag nemen we je mee naar die verborgen plekjes net buiten het centrum. Een ijsje eten bij een van de beste ijssalons van de wereld. Ze zitten in de top 25, hoorden we. Dus we zijn erg benieuwd. We gaan een biertje drinken en we gaan op zoek naar een uniek restaurant net buiten het oude centrum van Santiago. Gaan jullie mee? Cerro Santa Lucia. En dit is de plek waar Santiago is gesticht. Dit is Plaza de Armas. En nu door naar Mercado Central. We zijn bij Mercado Central. Een hal waar je allerlei soorten vis kan krijgen. Er zijn restaurantjes waar je ook vis kan eten. Of ja, je kan vis kopen om zelf te bereiden. Dus we hebben het al een beetje gescout. Het is best een chaos. Maar zeker leuk om jullie even mee te nemen. Dus laten we kijken. Prachtige Airbnb gevonden, echt in het midden van het centrum, dicht bij het metrostation Belles Arts. Hoop creatieve mensen, mensen die van alles verkopen op straat. We lopen net onze Airbnb uit in Barrio La Estrella, een gave wijk waar veel kunst te zien is. Street art, boutiquejes, kunstenaars die hun creaties hier op straat ook verkopen. Echt super gaaf, maar ze hebben hier ook een goede ijssalon en daar gaan we nu heen. En hier is de beroemde ijssalon Emporio La Rosa. En ik hoorde, dat zeggen ze, dat het tot de top 25 van de wereld is voor beste ijs. Dus laten we het proberen. Ik hoorde dat de Dolce de Leche het lekkerst is, dus ik ben het die gaan bestellen. Romig,
chocola, mint. Even lekker te relaxen hier in het park bij zonsondergang, is het tijd voor een verfrissend biertje. Dat is een hele dag in de stad, wat best warm is, ondanks dat het herfst is, 27 graden. Maar dan is zo'n biertje heerlijk verfrissend. Sugarman. We zijn bij La Diana, een hip restaurant, ziet er echt fantastisch uit. Al je zintuigen worden hier geraakt. Ja. Van het, ja, de lekkere verse drankjes, het is mango overigens, super lekker. Heerlijk, ja. En ja, de decoratie, de kleuren, de muziek is fantastisch. Ja. Silver magic ships you carry. Jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugarman, met a false friend. Dit waren enkele hidden gems van Santiago de Chile. Volgende week gaan we op zoek naar de tegenstellingen tussen oud en nieuw in deze stad. Ja, dus geef deze video een like en we zijn benieuwd. Zou jij deze stad willen bezoeken? Laat je reactie achter onder deze video. Geniet van je dag. Volg je droom. En tot volgende week. Adios. Adios.